deze Autoweek Classics dubbeltest gaan we terug naar midden eind jaren 70. Als je toen in de markt was voor een sportieve, compacte en enigszins betaalbare sedan, ja, dan kwam je al snel uit bij Alfa Romeo of BMW. Dus de auto's die hier achter mij staan, die passen perfect in dat plaatje. Ik heb hier een Alfa Romeo Alfetta uit 1978 en daar staat een hele mooie BMW 518 uit 1976. Het is een Alfetta 1.8 Lusso uit 78 en dat is ook zo ongeveer het jaar dat wij thuis Alfetta's reden. Mijn vader had een nieuwere versie, dus met die rechthoekige koplampen, 2 liter. En wat ik me van die auto herinner vooral is dat we ermee naar Italië gingen. Natuurlijk in de tijd zonder airco, bloedheet, stonden we ergens in de file. Ja, en nu zijn de rollen een beetje omgedraaid, want we rijden hier vandaag gewoon door Nederland. En het is hier ook bloedheet en deze keer zit mijn vader op de achterbank, kijk. Dus junior is groot geworden, ik rij nu Alfetta. Ja, dit is natuurlijk eentje van de eerste serie. Alfetta kwam in 1972 op de markt, het ging toen niet bepaald goed met Alfa, veel stakingen, je had de oliecrisis. Daardoor kwam er ook later zelfs een 1.6 versie in Italië, of een hele uitgeklede versie, om toch nog wat kopers naar de showroom te lokken. Maar deze 1.8, ja, dat is eigenlijk de versie waarmee het begon. Met die dubbele ronde koplampen. Later kreeg je die vierkante koplampen en toen in zijn allerlaatste levensfase, zo rond 87, eind jaren 80, toen kreeg je weer de dubbele ronde koplampen terug. Maar ja, en heel veel kunststof en plastic. En op deze versie zitten nog die mooie roestvrij stalen bumpers en ja, de chrome sierlijstjes. Alles is net even wat eleganter op deze versie. En ook als je binnenin kijkt, het is allemaal mooie houtafwerking, hele subtiele klokken, een toerenteller die tot 7000 gaat. Ja, en het is natuurlijk wel een Alfa, dus die houden van toeren maken. Alfa's horen toeren te maken. Het is natuurlijk gewoon echt een sportieve auto. Dit is wat je kocht in die tijd als je iets sportiefs wilde. En dat straalt er ook wel echt aan alle kanten vanaf. Ja, de vering is gewoon stevig. En ook dit is fraai. Hè? Het lijkt leer trouwens. Het is geen leer. Het is Sky. Het hoorde bij de Lusso-uitrusting. Het is gewoon Italiaans design van een auto die eigenlijk in de tijd kwam dat de Giulia natuurlijk ook nog in productie was. Hij moest een beetje die Berlina gaan opvolgen. En de Alfetta, ja, hij kreeg een wat lauwe reactie in het begin. Men was niet onverdeeld enthousiast. Later draaide dat wel iets bij. Maar als je dan door de tijd heen kijkt, is de Alfetta niet de auto die de liefhebbers in hun hart droegen. Dat was toch meer de Giulia. En die Alfetta, die komt nu op. Want de auto waar we nu in rijden, ja, vindt er nog maar eens eentje. Het is een geïmporteerd exemplaar. Hij komt uit Italië, uit Brescia. De huidige eigenaar die kocht hem in 1994 voor 1 miljoen lire. Dat klinkt heel veel, maar dat was maar 1100 gulden. Dus wat is dat? 500 euro of zo. En deze auto is echt in tip-top staat. En dat merk je aan alles. Hij wordt ook ingezet op concoursen. Hij is er heel erg zuinig op, de eigenaar. En hij rijdt fantastisch. En die BMW, die 518, dat was toch wel een geduchte concurrent in die tijd, als je iets sportiefs wilde. Nou, die heb ik ook geregeld. Een mooie blauwe. En ik ben heel benieuwd hoe die rijdt. Ja, BMW 5-serie. En dit specifieke exemplaar waar ik nu in zit, die in tegenstelling tot de Alfa, die echt verzorgd wordt door een particulier, deze staat al heel lang stil eigenlijk in een Honda-garage. Hij is ook te koop. Alleen hij staat eigenlijk al zo lang stil dat het motorisch niet helemaal tof meer is. Je merkt het waarschijnlijk al, hij bokt een beetje en dat is wel... Ja, het doet wel een beetje afbreuk aan de rijbeleving. Laten we het daar maar even op houden. Maar goed, uiterlijk en
innerlijk, hij is als nieuw ook deze 518. Natuurlijk de 5-serie, dit is de allereerste 5-serie, de E12, was nieuw voor BMW, ook uit 72, net als de Alfetta. En ja, BMW zat nog niet heel erg lang daarvoor in behoorlijk zwaar weer. Toen kwam de Neue Klasse. Nou ja, die auto's die hebben BMW eigenlijk gered. Ja, en toen kreeg je de 5-serie en de 7-serie. En deze auto is getekend door Paul Brack, de Fransman. Die zat daarvoor bij Mercedes. En het grappige is dat eigenlijk voor elke Mercedes W114... daar was ook een soortgelijke BMW 5-serie voor. Dus zowel qua formaat als qua motorisering. Nou, dit is een 518 met carburateur. Je had hem ook met injectie, de 518i. PK'tje of 90 zou die moeten hebben. Nou, die komen er vandaag niet helemaal uit. Maar goed, dat zijn hem even vergeven. Schakelen gaat met een 5-bak. Die zit gewoon hiervoor in die bak. Bij die Alfa, dat was een transaxel. Dus de bak achterin. En ik dacht eigenlijk dat deze 5-serie ook wel wat sportiever zou zijn. Misschien dat qua formaat een 3-serie iets beter had gepast. Maar ja, goed, die had je alleen maar als 3-deurs. En ik wilde 5-deurs. Maar hij is behoorlijk comfortabel, deze 5-serie. Eigenlijk op het deinerige af. Hier, er komt even een hobbel aan. Let even op. En oei, oei. Hij deint lekker na. Misschien heeft het ook iets te maken met het feit dat de auto al lang stilstaat en die veren en dempers niet helemaal meer in optima forma zijn. Maar goed, al met al denk ik dat die Alfa toch gewoon nog wel een tandje sportiever was dan deze 5-serie, die toch iets meer op comfort is gericht. Ja, en als ik dan zou moeten kiezen tussen deze twee, dat is ja. Eigenlijk is het heel makkelijk, want uit nostalgisch oogpunt kan ik eigenlijk onmogelijk om die Alfetta heen. Ik vind dat zo'n mooie, stijlvolle auto met voor mij persoonlijk heel veel mooie herinneringen. Dus daar mag een strik omheen en die mag je zo bij mij voor de deur zetten. Maar deze 5-serie, ik vind het toch ook wel een heel mooi, clean, tijdloos ontwerp. En vandaag word ik even een beetje in de weg gezeten door die haperende vierpitter. Maar ik weet zeker, als je deze gewoon weer mooi laat lopen, dan is dit ook een hele fijne machine. Die qua sportiviteit misschien wel wat onderdoet voor die Alfa, maar voor de rest ja, gewoon ook een topwagen is.